Ja, collega's, we hernemen de zitting. Aan de orde is de mondelinge vraag van collega Van Loo aan de minister van Justitie over de overbrenging van gevangenen van Marokkaanse nationaliteit. U hebt het woord, collega. Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Mevrouw de minister. Mevrouw de minister, ik sta hier opnieuw voor de zoveelste vraag over dit heel specifieke dossier. Overbrenging gevangenen die de Marokkaanse nationaliteit hebben. En het is een beetje actueel ook omdat vandaag het rapport ook voorgesteld is in verband met het gevangenisbeleid, waaruit blijkt dus dat er een overbevolking is van onze gevangenissen met ongeveer 20%. Ik wens u dus nogmaals te ondervragen over deze door u aangekondigde overbrenging van dus Marokkaanse gevangenen uit Belgische gevangenissen naar dus gevangenisinstellingen in Marokko. Ik herinner mij dat we in januari daarover reeds een debat hadden, of dat ik u toch daarover ondervraagd had, en dat u mij toen had toegezegd dat er nog steeds geen overbrengingen waren die hadden plaatsgevonden. Maar dat Marokko zich op basis van dus het verdrag en het aanvullende protocol zich ertoe verbonden had om binnen een redelijke termijn met uw FOT de praktische regelingen hiervoor te treffen. Naar aanleiding van uw onderhoud met de Marokkaanse minister van Justitie begin april hebt u mij recent, ik denk een kleine maand geleden, weten te vertellen dat u uiteindelijk de instemming had gekregen om 6 gedetineerden, die dus de Marokkaanse nationaliteit hebben en die voor het overige geen enkele band meer hebben met hun thuisland, met België, dat dus die Marokkaanse gedetineerden zouden overgebracht worden. U had dus de instemming gekregen voor 6 veroordeelden die de Marokkaanse nationaliteit hadden. Er was dus een politiek akkoord om speciale en hiervoor beschermde vluchten te gebruiken. En u was van plan, hebt u mij meer dan een maand geleden gezegd, om dit zo snel mogelijk met de dienst vreemdelingenzaken en met de FOT Defensie af te toetsen. Ondertussen is mij echter ter oren gekomen dat er vorige week 3 Marokkaanse gevangenen, dus die eigenlijk in België veroordeeld waren, die tijdelijk naar Tilburg zijn overgebracht, en dat er dus 3 Marokkaanse gevangenen in een gevangenis in Tilburg zitten, die zouden aanvankelijk worden overgebracht uiteraard eerst naar België, om dan met een beschermde vlucht overgebracht te worden naar Marokko, om daar uiteraard overgebracht te worden aan de Marokkaanse autoriteiten en tenslotte dan daar hun straf uit te zetten. Nu blijkt dat dus die overbrenging op het laatste moment zou zijn afgelast. Ook de andere waarvoor u de instemming had gekregen, dus er zouden er 6 zijn, amper 6 op de ongeveer 1100 gevangenen van Marokkaanse nationaliteit, maar dus amper 6 zouden effectief worden overgebracht. Maar nu blijkt dat er opnieuw een probleem is. Mijn vraag is dan ook, waarom is die overbrenging tot op heden nog steeds niet gebeurd? We spreken hier van een verdrag dat meer dan, ik geloof, 15 jaar oud is. Is er opnieuw een probleem of een discussie met de Marokkaanse autoriteiten? Of is er anderzijds een probleem tussen enerzijds DVZ en de Federale Overheidsdienst Justitie? En tenslotte ook mijn aanvullende vraag, mevrouw de minister. U hebt gezegd, er zouden ook nieuwe dossiers worden overgemaakt aan Marokko. En hoeveel kunnen we binnenkort verwachten die effectief zullen overgebracht worden, zodat het probleem van de overbevolking in onze gevangenissen op een efficiënte manier kan aangepakt worden. Ik dank u. Dank u, collega. Het woord is aan de minister van Justitie. Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Beste collega's, de voorbereiding van de overbrenging van de Marokkaanse gedetineerden waarop u doelt is volop aan de gang en sinds mijn bezoek aan Marokko en het overleg met mijn Marokkaanse collega. Er werd met de verschillende betrokken diensten, justitie, vreemdelingenzaken, federale politie en defensie, een scenario opgesteld voor de overbrenging. Dat scenario wordt nu uitgevoerd, ook in nauw overleg met de Marokkaanse ambassadeur, de Marokkaanse verbindingsmagistraat in Brussel en onze ambassade in Rabat. De overbrenging van 2 gedetineerde Marokkanen vanuit Tilburg gebeurt vandaag. Zij worden overgebracht naar de gevangenis van Wortel. Morgen vrijdag 25 mei worden alle gedetineerden die betrokken zijn bij de overbrenging overgeplaatst naar de gevangenis van Sint-Gillis in afwachting van hun vertrek.
Dank u, mevrouw de minister. Meneer Van Louwen. Ik dank mevrouw de minister voor haar antwoord. Dus ik hoor dat er een scenario is opgesteld, dat er afspraken gemaakt zijn met... Dat er afspraken gemaakt zijn met dus de Belgische ambassadeur in Rabat, dat er afspraken zijn met de Marokkaanse ambassadeur hier in België, dat er een overbrenging is van Tilburg naar Wortel en dat er morgen een overbrenging zou zijn van Wortel naar Sint-Gilis. En daar stopt blijkbaar het verhaal. Mijn verhaal is natuurlijk, we zitten met een overbevolking hier in de gevangenissen. Wanneer wordt er effectief in uitvoering van een verdrag tussen België en Marokko een overbrenging gerealiseerd naar Marokko? Mevrouw de minister, ik vind het echt jammer dat u dus een verhaal, een scenario opzet. U weet dat er opnieuw problemen zijn geweest tussen DVZ en tussen de Federale Overheidsdienst Justitie. Ik weet dat het de bedoeling was om reeds de voorbije week die overbrenging te doen. Dat is niet uitgevoerd. En nu zegt u opnieuw, ja, er is een scenario en we zullen zien wat er gaat gebeuren. Ik betreur dat. We zitten met een verdrag dat 15 jaar oud is en daar wordt op heden eigenlijk nog geen uitvoering aangegeven. Ik hoop dat u met een krachtdadig beleid ooit eens de overbevolking van de gevangenissen gaat aanpakken. U hebt als minister van Justitie op een korte periode de gevangenissen al gaan bezoeken en u weet dat de toestand schrijnend is. Maar dan moet u echt wel effectief gaan optreden, zodat wij dus die problematiek kunnen aanpakken en dat we de gevangenen hier op een menswaardige manier kunnen behandelen, maar diegenen die hier niet thuis horen en in andere landen hun gevangenisstraf kunnen uitzitten, die moeten het best op basis van zo'n terugkeerverdragen hun gevangenisstraf in hun thuisland uitzitten. Het incident is